graag het woord overdragen aan onze gesprekleider van vanavond. En dat is Henk Bleker. Helemaal uit Groningen speciaal onderzoek gekomen. Heb je er last van? Ik heb er geen last van. Nee. We zijn zelf ook heel erg actief met dragen voor basisscholen. We hebben de laatste dag gehad met 185 basisschoolleerlingen. En ik denk dat dat ook wel een manier is hoe je ermee om moet gaan. Je moet trots zijn op je sector. Dat moet je ook laten zien. Zeggen wat je doet. Doen wat je zegt. De nieuwe omgevingsvisie Gelderland. Blijft er nog genoeg groeiruimte voor de agrarische sector? Kunnen door deze omgevingsvisie nu ook de dierenrechten definitief gestraft worden? Dan is het natuurlijk de omgevingsvisie. Ja, daar gaat de provincie over. Komt er meer ruimte voor de agrarische sector? Ja. In de omgevingsvisie wordt het mogelijk gemaakt dat wij niet meer via bouwblokmaten de agrarische sector zeggen van je mag 1 of 1,5 hectare bouwblokmaten hebben. We zeggen daar gaan we niet meer op sturen. Wij gaan alleen maar sturen op datgene wat echt van belang is. Namelijk je moet ervoor zorgen dat het goed gaat met je dierenwelzijn. Volksgezondheid goed in orde is. Dat landschappelijke inpassing goed in orde is. En dat je op het terrein van het milieu ook de goede dingen doet. We hadden over 15 jaar geleden hadden we 50.000 ganzen en nu hebben we 4 miljoen in Nederland. Gaan zoveel mogelijk afschieten. Vergassen mag alleen rondom Schiphol. En daar heb ik nu een strijd met het ministerie over. Er zijn ook andere plekken waar je ook zou kunnen vergassen. En dat wordt op dit moment niet toegelaten. Schieten heeft wat, gassen is wat, vergassen is wat. Maar je zou die ganzen ook als je hem vergast ook weer in de voedselproductie terug kunnen brengen. Een jager is ook wel heel erg zuinig als een jachtakker. En die heeft zoveel met regels te maken dat hij wel oppast om ergens maar iets verkeerd te doen. Als hij zijn jachtakte kwijt is, dan kost hem dat jaren en heel veel geld om het papiertje weer terug te krijgen. Ik denk dat het een hele waardevolle avond is geweest. Henk, dank voor jouw kundige manier om deze avond te leiden. Nou ja, ik kan vanavond alleen maar zeggen als lijsttrekker dat ik trots ben op de lijst waar wij de verkiezingen mee gaan. En als je op 9 zo'n topper hebt staan als Nico, dan weet je dat je altijd goed zit. En iemand die de ondernemers, de agrarische ondernemers, zo goed vertegenwoordigt. En het is niet alleen agrarische ondernemers, maar jullie zijn ook beheerders van ons prachtige landschap. En dat wil ik ook even hier duidelijk aan de orde stellen. Dat het ondernemers zijn, maar als we door de broek heen rijden, dan zien we ook dat de ondernemers, de agrariërs, een hele waardevolle bijdrage leveren aan het prachtige landschap hier.